Oei, Pieke, is je water gebroken? Nee, de vaas van tante Madeleine. Ah, ah, jij, zij er weer onhandig geweest. Onhandig? Ik? Als er hier iemand onhandig is, Mark, dan zet jij het. Ja, ik zal het van u overgekregen hebben, hè. Zeg, Pieke, raam je dat hier ook op? Je bent nu toch bezig. Oh, wel ja. Oh, wel ja, waarom niet, hè? En ga jij maar rustig naar tv kijken. Dank u, Bieke. Jij bent echt een schat, hè. Zijn jij niet verlegen? Ik ben meer dan 8 maanden zwanger. Ik heb opgezwollen voeten, mijn rug die doet pijn. En ik ben bek af. En wat doet meneer? Naar de Simpsons kijken. Kijk, Bieke, wat scheelt er met u? Jij bent de laatste dagen zo prikkelbaar. Precies, de cactus. Ik ben beu, Mark. Die zwangerschap, die een buik. Goh, die kleine, hè, die moet eruit. Rustig, Bieke. Ik versta niet wat ze zeggen. Jij zou je beter een beetje nuttig maken. De suikerbonen die zijn nog niet gekozen. Het kinderbedje dat steekt ook nog niet in elkaar. En we hebben nog altijd geen tekst voor het geboortekaartje. En amai, chance dat die kleine er nog niet is. Want er is nog niks in orde. En hoe komt dat, denk je? 9th floor, assassin's bridge. Omdat ik hier alles alleen moet doen. Zou je dan niet beter een beetje beginnen naasten? Buiten. Wacht, Bieke, het is nog niet gedaan. Buiten! Of ik doe je een ongeluk! Oei. Bieke, wanneer mag ik terugkomen? Ja, en ik mocht dus zelfs niet meer naar de Simpsons kijken, hè? Ja, je moet dat verstaan, jongen. Bieken heeft het niet gemakkelijk, hè? Bieken heeft uw hulp nodig. Zij moet het gevoel krijgen dat ze op u kan rekenen. Ja, voilà. Nee, ik zeg geen, ik moet het niet meer weten. Pascal de Porto. En een dagschotel. Nee, jij krijgt niks. Zeg. Brut! Hola, hier zit een haar in de boter, hè? Nee, een hond. Ja, het is verschrikkelijk. Hij heeft ons neerroken mishandeld als een beest. Oh, kom, ja. Nu niet overdrijven. Ik heb hem gewoon een klein opvoedkundig tikje gegeven. Ja, dat is helemaal wat anders. Een tikje? Ja. Oh, we mogen blij zijn dat hem nog leeft, hè. Weet je wat dat mormel gedaan heeft? Ja. Zeg eens naar uw eigen. Dat mormel heeft mijn paardenbiefstuk uit mijn bord genomen en in zijn mandje helemaal alleen, helemaal opgegeten. Ja, die loont dat zeker honger als een paard. Ja, maar dat is nog altijd geen reden om mijn schattenbout bont en blauw te slaan. Hè. Beestenbeul! Ik laat het daar niet bij. Nee, ik haal Gaia erbij. Ja. Vind je nu niet dat je van een mug een olifant maakt? Mark en Bieke, die hebben problemen. Ja. Oei, toch niks met het boeleke? Nee. Het gaat niet goed meer tussen Bieke en mij. Ja, niks kan ik nog goed doen. En die blaft mij dus heel een tijd af, hè. Ja, daar kan ik van meespreken. Xavier, koest. Voilà. Ja, ik weet, u zegt nu dat dat verder moet, hè, ma. Oh, kop op, Mark. Stemmingswisselingen, dat is heel normaal bij zwangere vrouwen. Dat zijn de hormonen. Ja. Dan ken ik er een die al heel haar leven zwanger is. Gelozelaar. Moet dat zo zien. Binnen een paar weken is die zwangerschap voorbij en dan is Bieke weer het zonnetje in huis. Ja, maar tot dan is het wel volledige zonsverduistering. Ja, ik overleef dat dus niet. Ja, luister nu eens, Mark. Je moet ons Bieke blijven steunen. Ze heeft het al moeilijk genoeg. Ja, je moet extra lief zijn. Hè? Met haar gezwollen benen en zo. Zeg dat je haar mooi vindt. Zwangere vrouwen die horen dat graag. Haar gelijk geven. Altijd ja knikken. Oh, en ruzies vermijden, hè. Ruzie maken, dat is heel slecht voor zwangere vrouwen. Gaat het dat allemaal onthouden? Mama. Ik zal het opschrijven. Ah, Bieke. Dat geruzie met Mark, dat moet nu eens eindelijk ophouden, hè. Heb je weer staan luistervinken? Luistervinken? Ze kunnen horen roepen tot aan de overkant van het veld.
Wel, ik roep zoveel en zo luid als ik wil. Maar niet als ik daar last van heb. Ik heb er last van. Alsjeblieft. Wat is dat? Dat is de rekening van de dokter en die gaat jij betalen. Dat zit je van hier. Bieke. In het huisreglement staat duidelijk vermeld, en ik citeer, 10 kilogram duiven... Dat de huurders alle medische kosten van de verhuurder ten gevolge van letsels, waar zij de oorzaak van zijn, dienen te betalen. Punt. Einde van het citaat. Ah, welke letsels? Bieke, mijn hart rammelt in mijn borstkas. Mijn kop barst open van de pijn. Mijn ogen doen geen ogen meer toe. En mijn zevenarme zieke kindjes wenen de hele tijd zo van... Papa, papa, waarom schreeuwen die mensen toch allemaal zo luid? En dat is uw schuld, hè, met uw ruzie gemaakt. Fernand, als je er niet tegen kunt, steek dan watten in uw oren. Maar Bieke, de dokter zegt dat ik rust nodig heb. Complete rust. Of ik ga niet lang meer meegaan. Nou, zeg. Maar dan gaat jij niet lang meer meegaan. Als ons kindje er is, dan gaat er hier nog veel meer lawaai gemaakt worden. Nog meer? Met een wenende baby in huis. Oh, man. Oh, miserie. Ja, knikken, haar altijd steunen, gelijk geven, zeggen dat ze erg... Ah, wel? Ah, Bieke. Wat ziet je er weer mooi uit vandaag? Komt jij me nog wat uitlachen, of wat? Ziet je wel? Jij vindt ook dat ik eruit zie als een nijlpaard? Ja. Merci, Mark. Dat wou ik nu juist horen, hè? Graag gedaan, Bieke. Wat heb ik nu aan u? Allee, een man die zou zijn zwangere vrouw moeten steunen. Die zou... Maar dat doe ik toch ook? Allee, Mark, bezie me nu. Ik ben dik, lelijk. Ik heb wallen onder mijn ogen. Rimpels, gezwollen benen, cellulitis. Houd jij nu nooit op? Wat voor een man zijt jij eigenlijk? Wat stelt dat hier eens? Wel, ik zal het u zeggen, Mark. Als jij zo voortdoet, hè? Hm? Een gescheiden man! Ah, een gescheiden man. Oei. Ach, miserie, hè. Wat is er nou? Je ziet zo wittekes. Oh, Fons, mijn hart barst open in mijn kop. En mijn zeven bloeikjes van kinderen kunnen niet slapen van de hoofdpijn. Ik ben versleten. Gelijk al de rest dat hier staat. Fons, Antiek moet versleten zijn, hè. Ik zou moeten rusten van een dokter, maar probeer het maar eens met die twee ruziemakers hierboven, hè. En binnenkort is er nog eens een blad erbij. Och, waarom heb ik mijn lof toch verhuurd aan zo'n jong koppelen? Zeg, Frenna, waarom verhuurde niet aan mij? Dat kot wat ik in woon, dat is toch veel te groot voor mij alleen? Jij denkt toch niet meer aan kinderen, hè? 5 jaar geleden heb ik er een knoop in laten liggen. Een knoop? Oei. Man. Als een kus naar tranen smaakt, dan weet ik dat het uur van scheiden slaat. Wacht nog eens. Jij kunt nooit raden met wie dat ik van de nacht in de champagne heb gangen. Met de king of the world. Helmut Lotti heeft zelf kameraad. We waren samen op de benefiet voor het goede doel. Ik ben een cd gedidicaceerd en al. Hè. Allee, proficiat. Zeg, een beetje meer enthousiasme als dat bleef. Kom, leg mijn cd een keer op. Ja, dat gaat niet, meneer Boma. De playlist die ligt al vast. En wat staat er op die playlist? Jimmy Frey, Zotterra, Gary Hager. Zeg je die klassiek? Nee, die zeggen niet klassiek. Helmut Lotti, van klassiek tot rock en roll. Iedereen gaat naar de balkap. Ja. En dan gaan we nu verder, beste luisteraars, met de dag dat het zonlicht niet meer scheen van John
Terra. Verdomme, kan het een beetje vrolijker? Je zit hier precies gelijk naar een triestige kamerplant. Ja, zo voel ik mij ook. Wat is het probleem? Problemen met Bieke. Doordat ons mama mij goede raad had gegeven, denkt Bieke dat ik haar lelijk vind. Omdat ze zo dik is. Ja. Weet je wat je moet doen? Je moet een surprise doen. Koop haar een keer een cadeauke. Wat krijgen vrouwen graag? Een nieuwe vaas. Een nieuwe vaas, kijken. Of zo'n luxe Swiffer. Een lingerie. Huh? Ja, koop haar zo'n keer een sexy combiné. Hè? Dan zit hij op en dat je bijstaat. Opeten? Nee, bedankt. Ze is al dik genoeg. Ja, maar, je laat het daar dan ook aantrekken, hè? En van teken op dat erin, verstaat je? Oh, nee. Kitty-kato doen. Vrije kieken. Oh. Ja. Je weet wat nu te doen staat? Ja, lingerie gaan kopen. Voilà. Oei, meneer Boma. Ja, verdomme. Ik durf dat niet alleen. Nee. Zo, alsjeblieft mevrouw, veel plezier ermee. Dag. Goedendag. Goeiedag. Is daar een slipje bij of een shortje? Dat is enkel met een string. Ah, oké. Okay. Excuseer. Kan ik u helpen, meneer? Nee. Het is nog niet aan mij. Ik wacht nog op mijn vriend. Doe maar rustig. Meneer, kan ik u helpen? Mijn vriend is er nog niet en die moet er echt bij zijn. Maar u weet wat u zoekt? Ja, ondergoed. Voor uw vriend? Ja. Nee. Voor mijn vrouw. Wilt u een beugel-BH of een BH-balconet? En wat voor broekje? Een Rio-slip, een taille-slip, een mini-string, luxe-string? Welke maat heeft uw vrouw van BH? Welke maat? A, B, C. Ze heeft bloedgroep A, maar dat heeft er waarschijnlijk niets mee te maken. Nee. Probeer het u anders voor te stellen. Heeft ze een handje vol? Heeft ze twee handjes vol? Zeker. Heeft ze van boven meer of minder dan ik? Ja, meer, denk ik. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat u te kleine borsten hebt, mevrouw. Zoals die van mij? Ja, ik kijk daar eigenlijk zoveel niet naar. Iets tussenin dus, hè? En wat dacht u van kleur? Blauw, zwart, geel, bruin, grijs, wit? Echt, ik weet het niet. Ik weet het echt niet meer. En ik moet iets vinden, want anders ga ik mijn vrouw misschien kwijtgeraken. Komt u maar rustig zitten. En goed voor uw zorg. Oké. We doen dat niet voor al onze klanten, maar voor u willen we graag een uitzondering maken. Oké. Meneer Boma! Houd u de snater! Ik krijg koppijn, hè? Van al uw gekwetter! En die vuil dat jij maakt, hè? Alle geluk dat ik zo geen dierenbul ben, gelijk Xavier, hè? Nee. Of ik zoog u op! Sjoeke! Nee! Wat heb jij gedaan? Mijn vogeltje! Amai. De dierenparkeerplaats. Kunt u het wel een beetje beter voorstellen? Ja, een beetje wel, ja. Verdomme, hoe heb je dat geflikt? Ik weet het niet. Dat gebeurde gewoon. U moet nu wel gaan beslissen. Oh, verdomme. Nee, daar moet je uw tijd voor nemen, hè. Ja, de doorzichtigheid is de moeder van de lingeriewinkel, hè.
neem een blauwe dan. Maar pak ook die zwarte, jongen. Dat is toch meer sexy? Bieke zal er niet zo gezwollen uitzien. Ja, oké. De zwarte dan. Bon, ik trakteer. Wat kost dat spelletje? Dit setje kost €125,95. Abai, dan krijg ik daar toch dat modelletje bij, hè? Had u verder nog iets gewenst? Ja. Komt gij uw zulke ook een keer opvoeren vanavond bij mij thuis in mijn villa? Oh. Gij dan. Bieke? Ik heb iets voor u. Een cadeau? Oh, dank u, schatje. Lingerie? Ja, hey, wat vind je ervan? Pikant, hè? Ja. Ja, meneer Boma heeft mij aangeraden van zwart te nemen, maar dat staat er minder gezwollen mee. Was dat Boma zijn idee? Ja, en volgens meneer Boma gaat het dus allemaal terug goed komen tussen ons als we nog eens goed met elkaar vrijen. Mark, heb jij mij alles goed bekeken? Ja, verschillende keer zelfs. En denk jij dat ik daar nu goesting in heb? Nee. Nee. Oei. Maar wacht, Bieke. Ik zal uw goesting doen krijgen. Bieke, kitty cadeau. Die twee gaan mijn kop nog eens afbreken, hè. Kom maar, vanaf. Nou, denk ik, er moet toch een middel bestaan om die twee hier buiten te krijgen, hè? Ik laat het er binnen regenen. Nee, ik zet dat daar vol ratten. Maar jongen, toch, wat heeft ze nu weer naar uw hoofd geslingerd? Ja, Bieke heeft mij dus buiten gesmeten, hè. Die zien mij niet meer graag, denk ik. Tonnen, hè. Ja, wat ik ook doe, wat ik ook zeg, niks is er goed. Als er maar geen scheiding van komt. Scheiding? Mark, maar dat is het! Je moet scheiden! Nee, want dan gaat Bieke pas gelukkig worden. Huh? Maar ja, denk eens na. Als je scheidt, hè, dan kun je Bieke niet meer op haar zenuwen werken met je kinderachtig gedoe. Zeg, Mark, en jij? Jij gaat ook veel gelukkiger worden, hè? Denk je? Maar ja, natuurlijk. Allee. Je kunt zoveel naar de Simpsons kijken als je wilt. Hè? Bieke kan niet meer zagen tegen u. Hè? Zeg, Mark, Ela, je moet niet meer vrijen. Geloof me, een scheiding, dat zijn alleen maar voordelen. Ja, maar wacht. Maar ik zie Bieke nog wel graag. Ja, dat beeld je u in. Want kijk, uw verstand... Enfin, verstand, hè. Zegt ja, maar uw hart zegt nee. Oei. En ons kindje dan? Denk jij dat dat boelke gelukkiger gaat worden met ouders die allemaal door ruzie maken? Nee. Zeg, en jij hebt nog altijd bezoekrecht, hè? Jij kunt nu een kleine nog zien. 1-2 keer per maand. Zo weinig? Ja, nee, dan ga ik niet scheiden. Mark, het is nu niet het moment om de egoïst uit te hangen, hè? Wil je dat Bieke gelukkig wordt of niet? Maar ja... Al wil dan scheid je, punt. Tja, ja, als dat voor Bieke het beste is, ja. Oh, maar oei. Hoe ga ik haar dat kunnen uitleggen? Mark, ik ga u helpen. Ja? Ik ga de afscheidsbrief van Bieke dicteren. Pas op, en ik vraag geen auteursrechter, hè. Nee, vanaf. Jij bent dus echt een goede mens, hè. Ik weet het, Mark. Ik ben veel te goed voor deze wereld. Voilà, eerst, hè. Papier. Oké. En een stilo. En schrijf maar eens op. Aan... Mijn niet meer liefste Bieke. Nee, dat klinkt niet. Kom, neem eens een nieuw blad. Oké. En het grootste kreng dat ik ken. Dat is beter. Ja. Het grootste
Oei, is dat niet een beetje hard? Mark, je moet hard zijn, hè? Anders denkt Bieke dat je het niet meent. Hè? Dus, ja. Nou, verder het grote kring dat ik ken. Jij maakt van mijn leven een hel. Dus zeg ik u vaarwel. Ja, Mark, dat is goed. Daaruit. Oh, ja, dat is veel origineler. Ja, ik ben een hel. Jij zijt een tang en een zaag. Zijt een tang en een zaag gisteren, morgen en vandaag. Ja, Mark. Ja. Goed bezig. Gisteren, morgen en vandaag. Zeg, Pascal, heb je al iets gehoord van Mark en Bieke? Geen nieuws is goed nieuws, zeker? Daar zou ik maar niet op hopen. Weet jij iets meer, Fernand? Nee, ik weet niks, absoluut niks. Nee. Wat zegt u maar? Pascalke, toegelegen zijn er gaan. De achter aanwezigen moet je nu eens maar weten. Ik overdrijf niet. Ah, wel, Xavier, laat je mijn vogel nog eens uit. Ja, we komen er juist mee van de dierenkliniek. Ja. Pascalke, moet je nu maar weten. Zeg, was dat geen gele? Ja, kanariegeel. Tot zij het in haar kop kreeg om mijn pietenkootje op te zuigen met de stofzuiger. Ja, dat was wel uw schuld, hè? Jij hebt mij laten verschieten. En wat hebben ze gezegd in de kliniek? Ja, niet goed, hè? Nee. Hij heeft een stoflong. Hij heeft er nu bekend gedaan dat ik kan zeggen wat ik kan zeggen heb, hè? Kind, wat scheelt er? Marik is weg. Weg? Hoe weg? Jawel, toen ik thuis kwam, toen waren al zijn kleren zijn weg. En dat lag op de keukentafel. Ja, een afscheidsbrief. Hoe weet je dat? Gok. Een pure gok. Mag je zien? Ja. Aan het grootste krenk dat ik ken. Zeg jij dat? Amai. Jij maakt van mijn leven een hel. Dus zeg ik u vaarwel. Je zet een tang en een zaag. Morgen, gisteren en vandaag. Ik ben eindelijk van je verlost. Salut dus, Bieke, en de kost. Je ex, Mark. Ha! Ma, wat een miserie. Allee, bon, dat weten we nu ook weer aan. Beste vrienden. Ja, Balthazar, het is nu het moment. Hé, hey, ik heb van de nacht wel in de champagne gegaan met de meneer Toma. Oké. Als je het niet wilt weten, dan ben ik weg, hè. Dan ben ik weg, hè. Dan ben ik weg. Dat is toch hard, hè. Ik had nooit gedacht van Mark dat je... Allee... Je kunt mij nog altijd tegenhouden ook, hè. Misschien heeft Mark die brief helemaal niet zelf geschreven. Ah, maar jawel, het is zijn geschrift. Ja. Lottie discriminatiers! Hoe moet dat nu verder met mij? Ja. Hè? En met mijn voelijke? Dat voelijke? Ja, Bea, daar was ik al bang voor. Hè. Zoals jij de laatste dagen tegen Mark tekeer ging, hè, kind. Dan Pascal, zoiets zeg je toch niet tegen je eigen dochter, hè? Nou, moet je niet. Mark heeft daar ook niet gemakkelijk gemaakt, ja. Zeg. Bieke. Zeg, Fernand, jij bent ineens zo begripvol. Ja, ja, weet je waarom? Nee. Omdat wij zielsverwanten zijn, ja. Ja, wij trekken miserie aan, ja. Bieke, ik denk dat het beter is voor u om weer hier te komen wonen. Hier? Ja, madame Pascal, uw dochter heeft uw steun nodig. Ja. Nu ze er weer helemaal alleen voor staat. En ik ga nu eens niet moeilijk doen over het verbreken van dat huurcontract. Hier terug bij mij komen wonen, dat is allemaal wel goed en wel, maar... Dat kind heeft zijn vader nodig, hè, Bea? Nee! Waarom niet? Ja, omdat Mark dat niet wil. Die brief is toch duidelijk, hè? Ja. Bieke, waar denk je dat Mark nu naartoe is? Terug naar zijn ouders? Wel, ik ga er direct naartoe, zeg. Bieke, wacht. Niet overhaast te werk gaan. Denk eerst eens goed na wat je tegen Mark gaat zeggen. Allee, goeiedag allemaal. Fernand, je moet je vjeuken nog betalen. 1,60 €. Voilà, zeg. 80 cent. Dat is maar de helft.
Ik heb ook maar de helft opgedronken. Oeh, Bieke die komt naar hier. Ja, die gaat proberen om u te overtuigen om terug te keren. Zij gaat u beloven om haar leven te beteren. Om het niet meer af te snauwen. Ah, dat is dan toch goed? Maar nee, juist niet, hè, Mark. Ah, nee. Binnen de kortste keren zit het er weer boven haar arms op, hè. En wij willen toch dat ze gelukkig wordt, hè. Ja, natuurlijk. Voilà. Niet naar haar luisteren, Mark. Pas op, je hebt de juiste beslissing genomen om van haar weg te gaan, hè. Daar is ze. Mark, ga zitten. Mark, hard zijn, hè. Hard, hè. En Mark, het gaat om het geluk van Bieke. Hard, hè. Dag, Mark. Ik heb geen tijd, Bieke. Het spijt mij dat ik u de laatste tijd zo slecht behandeld heb. Maar dat is toch geen reden om uit elkaar te gaan? Toch wel. Nee, waarom? Als wij scheiden, dan gaan wij allebei veel gelukkiger worden, Bieke. Dat gelooft jij toch zelf niet? Bieke, als we scheiden, dan ga ik u nooit meer op uw zenuwen werken door mijn kinderachtig gedoe. Dan ga ik naar de Simpsons kunnen kijken zoveel ik wil en moet ik nooit meer met u vrijen. En ons kindje dan? Ja, maar denk je nu echt dat dat kindje gelukkig gaat zijn met jou, dat is die altijd ruzie maken? Nee. Ik moet hard zijn, Bieke. Tot bij de advocaat. Mark! Mark! Wat een koppigaard! De advocaat, dat zei. Oh, Mark, die wil mij niet meer. Hm. Ik zal een keer eens met die asperge gaan klappen. Hè. Hij zal hier wel rap terugstaan. Oh, nee. En u denkt je dat klaar te spelen? Ja. Oh, door een goede rammeling met mijn sakospot verdekken. Oh. Ja, ja, alle venten zijn daar gevoelig. Ja. Ah, nee. Ja. Nee, Carmen, nee, ik wil dat niet. Als Mark naar mij terugkomt, dan moet hem dat doen omdat hij mij graag ziet. Oh, oh, dat zullen toch wel een ferm konijn uit uw noot moeten toveren, hè? Hey, mag ik nu ook een keer zeggen wat ik te zeggen heb als dat blijft? Heeft Minou je weer een fantastische nacht bezorgd? Nee, niet Minou. Elmoet Lotte. Oh, is die nu ook al voor de venten? Een nodelares. We zaten samen op de benefiet voor het goede doel. Oh. En heeft mijn cd gededicaceerd en al. Hè. Hier, leg hem een keer op, gij. The King and I. Wij zijn kompijs mee gedacht. Lotte, de deur. Love my sweet. Maar dat is het. Wat is het? Mijn ferm konijn. Huh? Ja, dat. Vos? Ja, Fernand hier, hè. Zeg, Vos. Begin al maar in te pakken, hè. Ja, die loft komt leeg, ja. Die gaan scheiden. Goed, hè. Oké, tot dan, Vos. Da-da-da, tra-la-la, ja-da-da, ja-da-da. Zo heerlijk rustig. En alles in orde voor uw charme-offensief? Ja. Alleen Mark ontbreekt nog. Ja, ja, maar hey, laat dat maar aan mij over, hè. Zie. Ja, Mark, Paul hier. Zeg, jij vergeet toch niet dat wij vanmiddag moeten shotten, hè? Oeh. Het is vandaag toch geen match? Toch wel? De kalender is gewijzigd. Ja, sorry, Paul, maar ik kom niet. Ik wil Bieke niet zien. Ja, dat begrijp ik. Maar nee, wij zullen er wel voor zorgen dat Bieke uit de buurt blijft. Oké? Okay? Ja. Dag, Mark. Ja, hij komt. Ah. Hey. Jij overdrijft het zeker. Ja, een heel klein tikje, zeg. Vinden? Ja. Vinden? Ela, gaat dat nu nog altijd over die beesten? Ah ja, maar wilt je nu het toppunt weten? Madame heeft daar straks neer ook zelf een shot gegeven. Och ja, ik had daar een heel goede reden voor, hè. Ja.
Hij heeft een heel blad uit haar story gebeten. Ja, ja. En dat dus erg. Ja, nu weet ik niet of dat Helmut Lotti al een nieuw lief heeft, hè? Ja. Ik mag Nero geen tikje geven, maar jij mocht hem wel naar de andere kant van de kamer schotten, hè? Ja, ik mag dat, ja. Want hij moet leren wat dat mag en wat dat niet mag. Oh ja, ja. En mij een biefstuk opeten, dat mag. De nieuwe wel, ja. Maar de mijne niet. Ja, mannen, ik ben er, hè. Nee, Mark. Nu hier blijven en luisteren naar wat Bieke u te zeggen heeft. Ja. Mark. Ik weet dat je mij niet meer wilt zien. Maar ik kan niet zonder u. En ons boeleken ook niet. En ik heb u echt heel veel te zeggen. Maar ik weet dat je niet meer naar mij wilt luisteren. Ja, en daarom heb ik gevraagd aan iemand om dat voor mij te doen. Huh? Love me tender. Love me sweet. Helmut Lotti. Never let me go. Have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I. Helmut, copain, chapeau. Dat jij dat wilt doen, voor zo'n gewone man. Ja. Kan ik je? Kan ik u zeggen? Natuurlijk dat je mij... Ik heb nog mijn cd gededicaceerd eergisterenavond op die benefiet voor het goede doel. Oh, die benefiet. Ja. Dat was tof, alleen daar liep de hele avond een rare keel rond die mij saucissen probeerde te verkopen. Oh, dat was kiek. Zie je dat er mee kijkt? Zie je dat er mee? Kom, we gaan er in een pakje. Ja, kom. Het is wel een Katrien daar. Oh. Oh, schattekje. Allee, hoe is dat zo ver kunnen komen? Laat me los. Ja, ja. De fonds waar hier komen wonen, ja. Is allemaal zijn schuld. Ja, ja. Leg de fonds dan maar uit dat het feest niet doorgaat. Ja. Ja. Je hebt het goed vast meegedacht. Woningen, wat zijn jullie van plan, zeg? Ah, gewoon Fernand. U laat wennen aan wat u binnenkort te wachten staat. Dank je wel. Ja, Fernand. En als het bandje is afgelopen, hè, dan begint het automatisch terug opnieuw. Ja, bom, man. Tja.